Vandaag, dag op dag, 100 jaar geleden, houdt België de adem in. Over het hele land wordt een zeppelin waargenomen die richting Oostende vliegt. De stad wordt 's nachts gebombardeerd, maar gelukkig vallen er geen slachtoffers. Het is in het licht van deze gebeurtenissen dat Julien Strobans, een 42-jarige pachter uit Ieper, zijn dagboek schrijft. Ieper, de 24 september 1914. Vandaag is er meer de factuur langsgekomen. Wat hoor ik, zegt hij, er slaapt een schoonvrouw mens op uw zolder. Ja, ze heet Gorlieve, zeg ik. En, heb je al een keer geprobeerd voor met haar te... Ik weet niet hoe wat meer bedoelt. Allee, je verstaat mij wel, Julien, om maar een keer goed te... Hey? Om te wat, vraag ik. Kom aan, Julien, zegt Omer. Je zit toch een boer? Als je zo in je stal rondloopt, dan zit je toch ook af en toe beesten bezig. Ah wel, heb je toch wel al een keer gezien wat die koeien met elkaar doen? Ik zeg, zij de zot, wat voor een vuilaard peisje dat ik ben? Enfin, zegt Omer, dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Dus hij zou het normaal vinden als ik en Gorlieve een beetje op mekaars benen zouden staan schijten. Vandaag heb ik voor het eerst gehoord wat geslachtsgemeenschap is.